We zijn hier vandaag in Sunparkse Mol met de kerstverse nieuwe finalisten van Mr. Gay Belgium 2017. En ik heb hier naast mij Sam zitten. Dag Sam. Je mag jezelf kort even voorstellen. Oké, ik ben Sam. Ik ben 20 jaar en afkomstig uit het Limburgse Sint-Truiden. Ik ben kok van beroep en in principe is koken ook mijn hobby en mijn passie. Ik ben er al jaren mee bezig. En ik neem deel aan Mr. Gay Belgium om aan te kaarten dat er meer sensibilisering moet zijn tegen pestgedrag in het onderwijs. En zijn er al bepaalde acties dat je wilt ondernemen tijdens de campagneperiode? Goh, ik zou zelf heel graag in scholen toespraken gaan houden en uitleggen aan studenten, aan de jeugd, dat pestgedrag heel serieuze gevolgen kan hebben. En dat moet zeker aangekaart worden, zodat jongeren weten dat pesten echt heel, heel gevaarlijk is. En waarom kies je specifiek pesten in een school? Heeft dat een speciale reden? Ja, ik ben in het verleden, in het middelbaar zelf, een tijdje gepest geweest. En ik moet toch wel toegeven dat dat op mijzelf een aantal littekens heeft nagelaten. Waardoor ik het sociaal ook moeilijk heb gehad. Waar ik training voor heb gevolgd om daar sterker uit te komen. Dus ik wil eigenlijk behoeden dat andere mensen datzelfde moeten ondergaan. Wat zou jouw advies nu zijn voor mensen die in dezelfde situatie zitten als jij hebt gezeten? Vraag hulp. Ik was vrij introvert en ik had heel veel moeite met daar hulp aan vragen. Ik zei altijd tegen mezelf, nee, het zal wel gaan. Maar het gaat niet. Je hebt mensen rond je nodig die je eruit helpen. Oké. Sam, totaal iets anders. Als je je ideale vakantie zou moeten kiezen, waar zou dat dan zijn? Goh, ik zou heel, heel graag terug gaan skiën in Oostenrijk. Ik heb dat in het verleden een aantal keer gedaan en dat is mij altijd goed bevallen. Dus ik wil dat geregeld nog wel terug doen. Oké. En een heel vreemde vraag misschien. Als je zou moeten kiezen, zilverpapier of een brooddoos? Wat zou je dan kiezen en waarom? Een brooddoos, duurzaamheid. Oké, mooi. En om af te sluiten, wat is jouw levensmotto? Mijn levensmotto heb ik eigenlijk overgenomen van een vroegere werkgever van mij, een aantal jaar geleden. Dat was one team, one philosophy, one target. Ik heb in keukens altijd goed in teamverband samengewerkt. En ik vind ook wel dat als groepje er altijd sterker uitkomt. Dus. Oké, dankjewel Sam.